Goedemorgen. Wij gaan nu lekker naar het waterpark toe, gezellig. In plaats van dat we naar PortAventura gaan, dan gaan we nu naar PortAventura Waterpark. Lekker glijden. Glijden voor ons leven, helemaal leuk. Lekker waterpark. Het is 7 uur en we gaan nu naar het hotel. We gaan weer kanen voor ons leven. Oké, doei. Helemaal feest. Hotel. We zijn trouwens ook van die hele hoge geweest, maar ik mag niet filmen. Dus jammer. Jammer zeg. Goals. Doei. Oh, oh. Nou. Dag, tot nooit meer. Nou, wij zijn weer terug thuis en we hebben een hele leuke dag in het waterpark gehad. Dat vond ik wel heel jammer, want ze zeiden wel heel vaak van ja, je mag niet filmen. Je mag niet filmen. Dat is heel erg jammer. Maar het was een leuke dag. Een leuke dag. Een good day en we gaan straks gaan we de stad in en dan gaan we dansen. Wij gaan met de trein van PortAventura naar Barcelona. Maar we weten niet wat we moeten doen, want er staat daar een soort van ding, ticket. Daar komt de trein. Nou, we hebben wel leuke treinen. Een leuke trein. En wij gaan naar Barça. Nou, we zitten in de trein en we hebben een ticket gekocht voor naar Barcelona te gaan. Dat is €35 voor 2, 21. Dus ongeveer €12 voor een toertje. Nee, is niet waar. €17 voor een toertje. Ja. Lekker jezelf bekijken. Mooi, leuk. Leuke. Helemaal de reizigers. Oh. Wat gaan we als eerst doen als we in Barcelona zijn? Water drinken. Ik voel me echt ellendig. Ja, ik denk dat het gewoon door het andere eten, dat het misschien mijn lichaam niet zo goed tegen kan. Dus vandaar dat ik een beetje steeds last heb van maagpijn en zo. Niet heftig, maar gewoon. En we zijn op het station van Barcelona. Wow, hij heeft er echt geen zin in. En we hebben geen idee waar we naartoe moeten. Dus we gaan maar gewoon lopen en we zien wel waar we komen. Lekker met de metro. Zelf is hier. Ik ben ouder. Wij gaan nu naar deze toe. We zijn nu in de grote winkelstraat aan het lopen met alle dure merken zoals Gucci, Prada, shit. En we zijn nu ook bij dat huis van Gaudi. Mary. Een mooie baan. Dus het is net het Anne Frank huis, maar dan van Barcelona. Dit denk ik, maar het lijkt een beetje op. Maar het is wel echt mooi. Mooi. Oh, helemaal zin in. Hallo, Javre. Hey, Hanne. Waar ben je dan? Ik zie je niet. Kom bij het scherm. Hallo. We zijn in de Apple Store. Zin in. We hebben een foto gemaakt. Ja. Lekker. We zitten even in een restaurant en cappuccino. We hebben dit eten, focaccia met cappuccino, focaccia. En ik heb ook al een keer gekocht. Wow, wat leuk dat die. En bij de Poelenbeer. En Jeffy gaat zo meteen een horloge halen. Casio, lekker gaan we erbij. En dan gaan we daarna eventjes kijken of we dat Sacre de Familia, dat die... Mosaïek dingetje. We zijn bij Sacre de Familia. Mooi hoor. Mooi ja, Wesley. We zijn Wesley. Mooi ja, Jeffy. Ja. Helemaal toerist het hangen. Prachtig. Lekker foto's maken. Oh, mooi.
Ik vind het wel heel bizar dat ik niet zo'n poesje had gemaakt, want dat is wel echt heel bizar. Nou, wij schrikken ons eventjes helemaal de pestpleur is. Piep, piep. Wij schrikken ons echt heel erg. We zijn niet zoals gesproken. Wij liepen net deze straat aan lopen en opeens hoorde hij een vette knal achter ons. Dus wij draaien ons om en we zien dat er een man gevallen is op een scooter. Ja, op een motor, maar ja, ik dacht ervan. Zal het al in het leven wel? Dat weet ik niet. Daar zo. Want er staat een vrachtwagen daar zo en daar zat de pionnen in en een palet. En daar reed hij dus overheen en toen ging het helemaal fout. Maar nu komen er vet veel mensen, maar ik denk dat heel goed is juist. Ja, veel mensen je moet juist afstand bewaren. Ja, afstand bewaren. Maar volgens mij is het niet heel ernstig. Altijd. Ik heb nog nooit gezien. Een ongeluk? Nee. Ja, ik ben er zelf bij geweest. Ja, je hebt zelf meegemaakt? Ja. Jij heeft ook een ongeluk gehad, hoe lang geleden? Een jaar. De dag voor mijn verjaardag. Echt? 24 april en 25 april. Even hopen dat er nu wel hulp komt zometeen en dan gaan wij weer verder. Ik schrok er wel van. Heftig. We zitten nu lekker op een terras, juist zijn we sangria aan het drinken en dan gaan we zo meteen lekker tapas eten. Ja, hallo Jeffrey. En laat je het horloge zien. Kijk eens. Oh, prachtig, zo heftig. Tapas. We hebben lekker gegeten hoor. Lekker tapas. Lekker tapas gevreten. En nu gaan we lekker met de metro weer terug naar het station. En dan gaan we weer terug naar Salau. Jeffrey en ik hadden een vet groot probleem. Want het begon zo. We waren dus naar Barcelona gegaan. En we dachten, nou weet je, we gaan gewoon met de trein naar Barcelona en vet leuk. En dan gaan we daarna gewoon met de trein terug. En we willen dus teruggaan naar PortAventura waar we dan opgestapt zijn. We komen dus achter dat dus de trein al lang weg is. Wij, oh nee, hoe moeten we nou in godsnaam thuis komen? Nou, helemaal zoeken. Nou, oké. We kunnen dan naar Reus gaan of naar Tarragona of zo. Dan kunnen we daar gewoon vanaf daar lopen naar huis. Maar die treinen waren ook weg. What? Dus we waren gestrand in Barcelona. Nog steeds. Toen was ik zo slim om te zeggen, we gaan gewoon naar het vliegveld toe. Dus we zijn nu terug op het vliegveld waar we dus 5 dagen geleden waren. In de hoop dat we hier misschien met een shuttlebus die toevallig waar we vorige keer in zaten mee zouden kunnen rijden. Nou, wij vragen, kunnen wij mee? Nee, die zit vol. Jammer. Paniek, ellende, stress. Kut, wat moeten we dan doen? Zei dus een man van, ja, je moet naar een andere terminal gaan. En dan kan je daar misschien gaan. Dus nu weer vragen aan de shuttlebus waar we vorige keer zaten. Ja, kunnen we mee? Ja, je moet naar die en die en die bus gaan. Oké, nou wij helemaal zoeken. Nou, deze bus dus, Plana. Gelukkig gaat deze bus dus naar Salau toe. En als dat niet zo was, dit is ook de laatste bus trouwens. En dan moesten we dus tot 6:00 hier op het vliegveld blijven. Dus ik ben heel blij. We waren al echt voorbereid. Ja, ik dacht ook dat dit ook echt 50 euro zou zijn, maar het is 15 euro dus. Dat dan wel weer mee, hè? Heel avontuur. Al goed. Heel avontuur, jezus. Echt vanaf, hoe laat waren we? 9:30 waren we op het treinstation. Nu is het al 12:00. En nu ben ik klaar mee. En we moeten nog 2 uur. En we moeten nog 2 uur in de bus zitten nu. Zin in. Ja. Avonturen met Bradley en Jeffrey. Ja. Dan gaan we naar huis. Jammer, joh. Nou, super moe. Ik wil niet naar huis. Het is te leuk hier zo. Maar goed.